Dit is het Initium. We zijn hier in het gebouw van de faculteit Rechtsgeleerdheid. Ik ben in 2001 begonnen met studeren. Dan ben ik de studie rechten begonnen. Op een gegeven moment heb ik daar de keuze in gemaakt om de studie ondernemingsrecht aan de Zuidas te gaan doen. Dat was een studie die alleen op de VU werd aangeboden. Het speciale aan de master ondernemingsrecht aan de Zuidas is dat je niet alleen colleges hebt op de Vrije Universiteit, maar ook colleges op de advocatenkantoren die meedoen. En daardoor sneller een connectie krijgt met deze advocatenkantoren. Ik ben officieel nog student en ik hoop binnen enkele weken afgestudeerd te zijn. Ik heb de afgelopen jaren gezien dat bij de rechtenfaculteit wat verandering is opgetreden. De computerruimte zoals die in het hoofdgebouw bestond was één grote ruimte volgestopt met computers. En als ik naar de ruimte hier in het Initium kijk, dan zie ik dat er veel meer ruimte gebruikt is om studenten ook echt de ruimte te geven en meer rust te bieden. Sorry jongens. Ja, natuurlijk. Dan zien we hier direct de ruimte die je hebt met de computereilanden. Waardoor je veel rustiger kan werken. Dan gaan we nog even naar de flexplekken. Daar kunnen studenten met elkaar afspreken of met de docenten afspreken. En die kunnen ze reserveren. Je kan hier ook rustig alleen werken. De deuren zijn open. Je kan hier gewoon gaan zitten en als de ruimte gereserveerd is, dan moet je helaas ophoepelen. Ik zei van de week inderdaad wel tegen iemand dat als ik in deze periode gestudeerd had, dat ik zeker had geweten dat ik meer tijd op de VU had gespendeerd. En hier zien we de Zuidas. Dit is waar alle advocaatkantoren gevestigd zijn. Hier zie ik mezelf wel werken op een gegeven moment.